Het koppelingsdeksel is eraf. Dat is deze. Dat had nog wel wat voeten en aarde. Ik heb eerder al gezegd van joh, maak even van een stukje karton een plattegrondje. Op deze manier. En dan zie je welke schroef waar hoort. Nou ja, zoals je ziet, de meeste schroeven hebben geen koppingen. De meeste moest ik uitboren. Eerst natuurlijk met een slagschroevendraaier geprobeerd. Het is een JIS-kop, J-I-S. Het is wat anders dan de kop die we hier in Nederland kennen, dat is de Philips-kop. Dat is een Japanse maatvoering. Als je dat met een gewone schroevendraaier probeert, heb je een grote kans dat ze gruzelementen gaan. En dan krijg je ze er helemaal niet meer uit. Dus vandaar de slagschroevendraaier, er zit een JIS-bit op. Waarom de slagschroevendraaier? Je haalt de spanning van je bout af. Even heel plat gezegd. Op zo'n schroef. Adem er even uit. En die schroef, doordat je hem erin draait, krijg je spanning op je schroefdraad en het materiaal waar die in gaat. Dus die trekt hem strak. Nou, als je daaraan gaat draaien, dan moet je dus door die spanning heen draaien. Dat werkt niet. Vaak niet. Zeker met wat corrosie erin. Zo'n slagschroevendraaier, je zet hem erop. Je geeft hem een mapje. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Het eerste is, hij drukt je schroef wat naar binnen. En tegelijkertijd draait hij hem ook een stukje los. En op die manier ga je dus door die voorspanning heen en kun je schroeven redden. Maar goed, deze zaten allemaal zo vastgerot. Dat was niet meer te doen, dus die heb ik de kopjes eraf geboord. Gewoon met een boordje 6. En op een gegeven moment gaat het kopje eraf en dan, dan hou je dit erover. Dus nieuwe schroeven kopen. Was ik toch al van plan. Dan is het nou tijd om de veer van de kickstarter eruit te halen. Die zit met een C-clipje vast. Aan deze kant hier zit hij in de spindel noemen ze dat. En hier onderin zit hij in je karthelft vast. Pas goed op als je hem eruit haalt, want dat ding staat op spanning. Dus die moet je even een beetje tegenhouden. Het is dus het idee dat de clip eraf gaat. En dan kun je hieronder de veer eruit trekken. En daar heb je dus een punttangetje voor nodig. Een C-clip tangetje. Nou, had even wat voeten en aarde. Ik heb de veer uit het pulletje gehaald, gewoon even schroevendraaier ertussen gezet. Dan haal je de veer eruit. En dit ding eruit. Veer. Die zit in dat gaatje daar. De handleiding zegt dat je eerst deze eruit moet halen, maar goed, dat ding is zo glad. Dat lukt niet. Dan glibber je gewoon met je vingers af. Dus ik heb deze veer, die punt, eerst daar uitgehaald, gewoon even door de schroevendraaier te wippen. En de spanning was erop omdat hij hieronder niet meer vast zat. Daar zit dit uiteinde in. Dat lijkt mij de handigste manier. Het is gelukt. Want de spullen liggen daar.